te gaan. Doorkomst van het nationaal record. 5.40.71. Met een rondje 31.7. Hier 31.6. 5.37.59. Ze gaat hier sneller zijn dan tijdens de Olympische Spelen in Beijing. En Wiglund rijdt ook heel erg sterk. Hij rijdt 5 seconden onder haar eigen nationale record van 6.52. Wat zien we hier gebeuren? Wat een niveau. Hoger niveau laten de vrouwen zien dan de mannen lieten zien op de 10 kilometer. Wat een race in een vol stadion. Publiek en ze gaat naar de bel. Herkent de grootheid van Irene Schouten. Toch nog op de valreep. Met de rug tegen de muur. Een 31-6. Een 5 kilometer. Om door een ringetje te halen. 1 en 2 rijden hier. Dik, kijk eens dik even, onder hij het heeft schema. Geen vingers meer over. De armen gaan los, de laatste sprint. Tialf staat, niemand meer op de banken. Een staande ovatie voor de Olympisch kampioen, de regerend wereldkampioen die haar titel gaat prolongeren. En dat gaat doen in een grootse race die haar brengt naar een nieuw nationaal record. 6:41.25. Een geweldige rit wat Irene Schouten hier laat zien. En vaak is Jirat Ana dit emotioneel. Is prachtig. Dit is, hier komt alles naar buiten. De frustratie van het hele seizoen. Vanaf Colombia al liep ze eigenlijk achter de feiten aan. Anema gaf haar naar de tranen op het NK vrij af. Kies voor jezelf. Kies om de emotie even te laten gaan. Dat deed ze. En dan hier nog in de frustratie. Overal net naast. Maar nu met de allerlaatste kans. Allerlaatste in het seizoen. En ja, wereldtitel voor Irene Schouten. Gefeliciteerd. Dank u wel. Hoe is het met je? Kot. Ik wist dat ik natuurlijk veel beter schaats dan met het NK. Maar ja, Wiglund is zo goed. Dus ik moest. Ja, ik moest al. Ik moest gewoon volle bak. Dat heb je gedaan en dat eindigt dan in een Nederlands record. Ja, gewoon sneller dan de Spelen. En heel eerlijk, ik voelde vanochtend net als die spanning als met de Spelen. Dus ik hoopte ook van, ik hoop dat dit hetzelfde gevoel is. En dat het dan ook zo goed gaat. Maar ik zag wel net voor de race de gespannenheid. Ik zag toen Sablikova gereden had, jouw ogen. Oeh, dat was wel zenuwachtig. Nou, ik wist wel, Sablikova is een goede doen. Maar 47, dacht ik wel dat ik dat zou gaan redden. Alleen, nou, ik zag die rondjes tijdens de race ook van Wiglund. Toen dacht ik, ja, ze blijft. Ik rijd mijn eigen rit, maar ze blijft wel bij me. Dus daar dacht ik een beetje, oeh, shit. Maar uiteindelijk, de laatste 5 rondjes kon ik wegrijden. Het was ongelooflijk hoe je dat deed en hoe het publiek meedeed. En hoe je het Anema meedeed met al zijn vingers die naar beneden gingen en de tranen die kwamen. Ja. Nou ja, wat ik al zei, ik heb gewoon het tweede deel van het jaar. Is gewoon heel zwaar geweest. En Jillet en Arjan hebben samen er alles aan gedaan om mij nog zo goed mogelijk te krijgen op het WK. En als ik dan na 4 keer de laatste wereldtitel pak, ja, is een hele opluchting en super blij. Want jij hebt ook wel een beetje pech gehad, want jij zei gisteren al, dit is mijn laatste kans vandaag. Maar ja, het ging overal net mis, hè? Een beetje pecherig. Ja, het zat niet mee. En dus ik wist ook, ja, weet je, het kan vandaag ook niet mee zitten, maar ik moet alles op alles zetten. Dat is weer vechten, hè? Vechten, maar technisch reken al wel een stuk beter dan met NK. En ja, dat ik dan met zo'n tijd weer wereldkampioen in een vol tial word, is geweldig. En dan is het nu vakantie. Volgens mij ben jij degene die het meest daarna uitkeek. Ik heb nog een marathon. Och, mijn hemel. Ja, maar. Ik denk als ik zeg tegen de trainers, ik wil niet rijden, hoeft het niet, maar... Je wil nog wel rijden, hoor ik al. Nou, voor het team. Staat de ploeggenootje, staat eerst in het klassement. En dat willen we graag houden zo. Omdat ik dacht, omdat het een struggle was om hier te komen en zo. En dat die hele weg hier naartoe. Ja, maar... Ik denk van, die is blij als het voorbij is. Ja, ik ben ook blij dat het voorbij is, want op zo'n marathon staat niet heel veel druk. Ik ben blij dat ik nu deels vakantie heb.